Welkom bij Buitenspel, de voetbalpodcast waarin ik, Jelle Ruud, samen met mijn goede vriend en mede-voetbalfanaat Ruben Botte terugblik op afgelopen voetbalweek. Bij ons vandaag is Stuur Dieriks. De 25-jarige flankaanvaller speelde in de jeugd voor Lierse, Westerlo en Club Brugge. Bij club kon hij uiteindelijk doorgroeien naar het eerste elftal. Op zijn 18 jaar mocht hij debuteren bij Club Brugge, toen nog onder coach Garrido. Na een uitleenbeurt aan KV Kortrijk was Stuur Dieriks nog anderhalf seizoen van grote waarde voor Club Brugge. In 2015 pakte hij met club de beker en een jaar later werd hij ook kampioen met Club Brugge. Na het kampioenenjaar verliet Tuur Club Brugge voor Antwerp. Dat was toen nog in tweede klasse. Daar bleef hij slechts één seizoen waarna hij naar Waasland-Beveren vertrok. Daar vertrok hij dan afgelopen zomer om terug te keren naar zijn jeugdploeg KVC Westerlo. Tuur Dieriks, goeie avond. Alles goed met u? Goedenavond, dankjewel. Alles goed en met jullie? Ja, ça va, ja. Ja, goed. Je bent niet vreemd met podcast. Je hebt ooit eens een passage gehad bij Shotcast. Hoe is die ervaring? Of luister je toevallig een andere podcast? Nee, dat klopt. Ik heb dat nog wel gedaan, dus ik weet ongeveer wat het inhoudt. Ik vind het wel leuk om over voetbal te praten, dus bij deze kijk ik maar uit. Ja. Je bent afgelopen zomer teruggekeerd naar Westerlo. Had je passage bij de Kempanen in de jeugd daar iets mee te maken? Niet per se. Het is wel leuk natuurlijk dat ik de club al een beetje kende. Mm-hmm. Dat ik ook een iets specialere band mee had dan een ploeg waar je nog nooit had gespeeld. Ja, ja. Maar voor dat niet zoveel invloed. Mm-hmm. En wat was de juiste keuze om van een club uit 1A naar 1B te gaan? Ja, omdat ik de voorbije 3 jaar heb gemerkt dat het niet zo evident is om iemand zoals mij, een speler zoals mij, met mijn manier van spelen in een ploeg die voor degradatievoetbal toch vecht, dat niet zo evident is om je te tonen of laat staan je te amuseren of belangrijk te kunnen zijn. Dus ging mijn voorkeur uit naar een ploeg die in 1B de ambitie had of heeft om mee te doen voor de prijzen en om te kunnen promoveren. En ik denk ook dat zowel de trainer als de filosofie die daar heerst in Westerlo, dat meer bij mij paste dan die in Beveren. Ja. En bij Beveren dan, stond het u daar niet aan? Of was dat wel een club die op zich goed was voor u? Buiten het feit dat degradatievoetbal niet voor u weggelegd is. Nee, op zich was er niets verkeerd met die club. Het was er zeker gezellig. Ik heb me daar geamuseerd. Ik heb daar ook veel mensen leren kennen. En ik heb er nog zeker positieve herinneringen aan, maar ik denk dat iedereen wel die wel een beetje volgt de situatie kende van Beveren de afgelopen 2-3 jaar, dat er wat extra sportieve problemen zijn geweest ook en dat heeft het sportieve project niet geholpen. En ik had er ook niet zoveel zin meer in om daar een deel uit te maken en ik had ook gewoon nood aan een nieuwe uitdaging en vandaar. Ja. Ik begrijp wel wat je zegt voor een aanvaller, dat je bij ploegen zoals die dan voor degradatie spelen, die vaak defensief ook voetballen, dat dan leuker is voor een aanvaller om naar een ploeg te gaan die misschien lager speelt, maar wel aanvallend is. Maar andersom, denk ik dat er ook wel aanvallers zijn. Ik kan nu direct niet echt iemand bedenken. Of vorig jaar was er zo Piatek van in de Serie A, die speelde bij, was dat Udinese of nee, ik weet het niet meer juist. En die ja, die scoorde enorm veel en is dan naar AC Milan gegaan, wat toen ook nog niet zo de top was, ten opzichte van dit seizoen dan. En daar ook toch, het was toch een niveautje hoger weer, misschien nog iets meer aanvallend. En daar toch iets minder, want hij is ondertussen ook al naar Hertha Berlijn. Dat is goed gestart, denk ik, daar wel. Hè? Maar dan uiteindelijk gestart, wel door de mand gevallen. Ja. Ja, maar ik denk dat ook inderdaad van type speler of spits afhangt. Want ik denk dat Piatek was echt een niveautjesdief die op de counter heel gevaarlijk was. Maar in een ploeg als AC Milan of een andere ploeg waar het spel wordt gemaakt, waar er ook wordt gevraagd van een diepe spits om mee te combineren, om af te haken. Ik denk dat dat misschien minder zijn stijl was, maar inderdaad hangt zeker af van speler tot speler en van positie tot positie. Ja. Ja, je zei dan ook van terug te gaan bij Westerlo als club, zijn de club die meedoet voor de titel in 1B. Dit seizoen gaat natuurlijk al niet geweldig. Aan wat is dat te wijten, denk je? Nee, inderdaad, het loopt nog niet of het loopt niet zoals we zouden willen. Mm-hmm. Ja, er zijn verschillende factoren. Eén, dat we misschien het op bepaalde of belangrijke momenten in bepaalde wedstrijden hebben laten liggen. Wedstrijdsituaties zoals een miste penalty of een afgekeurde goal of net die scherp. Of zelf dat we goals weggeven. Zo kan ik er een aantal bedenken, maar ik denk dat elke ploeg dat wel heeft over een heel seizoen.
Maar ook gezien dat wij een van de eerste ploegen waren in België, of misschien wel de eerste ploeg die zo, in zo'n groot aantal werd getroffen door de corona. Ik denk dat wij, zowel in de rest van de voetbalwereld, dat ook een beetje heeft onderschat. In de zin van, het is niet dat je juist die twee wedstrijden mist, of de drie wedstrijden mist, die je hebt moeten laten uitstellen omdat je te veel positieve gevallen had. Maar ook gewoon de nasleep daarvan. Je hebt een hele voorbereiding gehad om fysiek klaar te stomen, zowel individueel als fysiek en als ploeg, bedoel ik. En als je dan ineens 2, 3 weken zowel de positief als de niet-positief geteste spelers individueel moeten trainen of lopen, dan word je volledig uit je ritme gehaald, waardoor je toch fysiek een beetje een achterstand creëert ten opzichte van de andere ploegen die wel gewoon kunnen doortrainen met hun dagelijkse routine. En dat merk je ook in de wedstrijden, dat het wedstrijdritme en al 50, 60, 70 minuten, dat wij constant feest zaten, terwijl de andere ploegen gewoon hun niveau en hun snelheid van uitvoering konden aanhouden. En dat resulteert ja, onrechtstreeks en rechtstreeks in minder resultaten. Ik zeg zeker en vast niet dat dat de enige reden is, maar dat heeft ons zeker niet geholpen. Wist je op voorhand dat niveau in 1B zo hoog ging liggen, of had je het toch iets lager ingeschat misschien? Nee, absoluut niet. Mijn ervaring in het verleden bij Antwerpen wist ik dat een 1B een heel zwaar onderschatte competitie was, waar alle ploegen aan elkaar gewaagd zijn. En ik denk dat er zeker 3, 4 ploegen van 1B, dat is in het verleden ook gebleken, en ook dit seizoen, dat die zeker niet moeten onderdoen voor de rechterkolom Nee, van 1A. Als we nu kijken naar Beerschot en Leuven, dat is ja. niet voor niks. Dus op dat vlak heb ik wel het niveau. Het niveau dat ik nu zie in 1B is wel hetgeen wat ik had van verwacht. Zoals ik zei, alles heel dicht bij elkaar ligt. En als je dan als ploeg of als individu door omstandigheden 1 of 2 of 5 of 10% mist, is dat direct een enorm groot verschil. En merk je dat ook aan het resultaat. Het is niet dat er een ploeg is, misschien een nieuw een beetje, maar voor de rest is er geen enkel ploeg die op dit moment echt bovenuit steekt. Dus iedereen kan van iedereen winnen. Ja, dat is wel waar. Ja. Vorig weekend speelden jullie 1-1 gelijk tegen Club Next, de eerste belofteploeg in België die op professioneel voetbal mag meedoen. Je hebt ook nog bij Club Brugge gespeeld in het verleden. Had je toen ook, toen jij aan het doorbreken was, graag gehad dat er zo'n ploeg ging bestaan bij Club Brugge? Of? Eigenlijk wel, omdat ik herinner me van als ik de leeftijd had van de jongens waar ik dit weekend heb tegen gespeeld. Op dat moment zijn wij 2 keer op rij kampioen gespeeld bij de belofte. En als je kijkt naar onze belofteploeg dan, denk ik dat zo goed als iedereen een prof is geworden. Ik denk dat iedereen wel zijn eigen parcours, een mooi parcours heeft afgelegd en dat we uiteindelijk prof zijn geworden, dus dat wel geslaagd is geweest. Maar ik denk dat we op dat moment op de lange termijn meer hadden gehad als we ook op dat moment in een volwaardige competitie hadden kunnen spelen zoals nu 1B, dan dat we tegen leeftijdsgenoten moesten spelen. Dus ik denk dat het zeker een goede zaak is voor die spelers zelf, voor Club Brugge. Maar ik denk dat het op termijn misschien ook zeker eerlijker zal zijn als er verschillende belofteploegen van verschillende ploegen in meedoen. Omdat het dan voor alle ploegen interessant kan zijn, terwijl het op dit moment eigenlijk enkel voor Club Brugge op termijn interessant kan zijn, denk ik. Ja, ik vind dat ook wel goed dat ze dat doen, maar ik vind het niet zo goed dat ze meteen in 1B hebben gezet. Ik denk, ja, je ziet het ook dat niveau echt wel nog te hoog ligt voor hen. Ze hebben nog niet gewonnen dit seizoen bijvoorbeeld. Ja, is dat voor u ook? Beleef je zo'n match anders dan een andere wedstrijd in 1B? Ja, dat zou eigenlijk niet mogen, in de zin dat wij dat anders zouden beleven. Maar ik denk dat we dat zeker in het begin van de wedstrijd wel hebben gedaan. En dat ook een beetje heeft ervoor gezorgd dat we onszelf een beetje dat we achter de feiten hebben aangelopen gedurende de wedstrijd. Maar het klopt wel, ja, het zal onbewust ook wel een beetje meespelen als je weet dat je tegen 17, 18, 19 jaar gespeeld. Dat het maar een belofteploeg is. Maar oké, dat zou eigenlijk niet mogen. En ik denk inderdaad dat het misschien voor veel jongens in die ploeg misschien nog te vroeg is. En dat het op zich misschien geen slecht idee is, maar zoals gezegd, dat het misschien interessanter kan zijn om ze misschien te laten starten in de eerste amateur. Waar dan het tempo en het niveau nog iets lager ligt. Anderzijds, wij hebben er niet van gewonnen, dus wij kunnen eigenlijk, alleen, maar ga ik niet veel, kan er eigenlijk niet veel over zeggen. Hoe zit de sfeer bij jullie nu? Ja, op zich valt hij wel mee. Als je verliest, als je niet wint in de wedstrijd die je moet winnen, dan is de sfeer nooit goed. Hè. Dat is logisch. Maar de wedstrijden volgen zichzelf zo snel op dat we niet veel keuze hebben en dat we morgen opnieuw aan de bak moeten tegen Deinzen. Dus het is van wedstrijd naar wedstrijd dat we vliegen en we moeten gewoon zo snel mogelijk en zoveel mogelijk punten nemen. En al de rest is op deze moment bijzaak. Ja.
Je speelt al bijna heel je leven met de terug nummer 55. Zit daar iets achter? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met mijn grootvader, die 4 jaar geleden is overleden. Als ik een jaar of 8, 9 was, dan heb ik voor kerstmis van mijn grootvader een truitje van Lierse cadeau gekregen, waar ik op dat moment in de jeugd voetbalde, met het nummer 55 op. Omdat hij wist dat mijn geluksnummer 5 was. En met de redenering dat dubbel geluk zou zijn. En op die moment heb ik eigenlijk voor mezelf uitgemaakt, als ik profvoetballer zou worden, dat ik altijd met het nummer 55 zou spelen. Eén, omdat het mij veel geluk zou brengen. En twee, omdat het gerelateerd is aan mijn grootvader, waar ik altijd wel een belangrijke band mee heb gehad. Ja, zo'n mooi verhaal. En vroeger dan ook fan geweest van Lierse? Ja, uiteraard. Dat is een beetje de ploeg waar ik in de jeugd voetbalde en waar ik ook niet zo ver vandaan woonde. Dus ook heel vaak, dat waren mijn eerste wedstrijden in een stadion die ik kan kijken, waren in Lierse. Dus redelijk lang supporter geweest. Uiteindelijk, ja, als vanaf dat Maget Sammy betrokken is gehouden in dat verhaal, is dat sterk afgenomen. Dat was Lierse vooral. Dat is wel spijtig. Maar Lierse blijft wel speciaal. Dus als ik op het liefst ga spelen binnenkort, gaat dat wel bijzonder zijn. Ja. En dan ook nu nog sympathie voor, ja, je hebt twee ploegen nu in Lierse, zeker, hè? Lira en Lierse Ja, Kempenzonne. inderdaad. Heb je Dus nu het dan is nog sympathie voor een van de twee, of? een rare situatie, omdat ik wel Raffolle ken die zowel die supporters zijn van Lierse Kempenzonne of anderen die van Lira Lierse supporters zijn, of ook gewoon mensen die het volledig hebben laten varen omdat ze zijn opgesplitst. Dus het is een beetje een rare situatie. Maar sympathie heb ik wel, maar ook niet meer als dat. Het is niet dat het voor de rest nog extra speciaal is. Ja, uw meest memorabele match is misschien de wedstrijd waarin dat je met Club Brugge 7-1 bent gewonnen van Standaard. Ik denk ook dat je in die match scoort. Was dat effectief uw meest memorabele match? Ik denk dat ik in die wedstrijd niet scoor, maar dat ik een assist Ah, geef. ja, dat kan ook. Maar het was inderdaad wel, dat was wel speciaal. Ik denk dat Diaby toen 4 of 5 keer Ja, scoorde. 4 keer, ja. Me herinner. Meest memorabele wedstrijd was dat niet. Natuurlijk, als je 7-1 van een Standaard wint, dat is niet iets dat vaak gebeurt. Nee, sorry. Maar om nu antwoord te geven wanneer mijn meest memorabele wedstrijd was. Het is moeilijk om er zo één bovenuit te laten steken. Ik denk Ja. dat er twee die mij opkomen, of drie die mij opkomen. Eén was de kampioenwedstrijd met Antwerpen. Uiteraard, omdat we dan kampioen worden en ik score ook in die wedstrijd. Andere wedstrijd is thuis met Club Brugge thuis tegen Kortrijk, dat ik in de 2 of 3 minuten winninggoal maak, wat ook wel een speciaal gevoel was. En dan de Dus laatste dat, was als je de keeper dribbelt, zeker of zo. ja, als ik de keeper door de been speel. En de laatste is onze kwalificatie voor de Champions League op Manchester United. We verliezen dat wel 3-1, maar dat ik daar heel de wedstrijd heb gespeeld en ook wel een goede wedstrijd speelde, was op dat moment ook wel een speciaal gevoel. Ja, Die match op Man United, je bent bevriend met Daan Heijmans. En hij zat toen ook in de tribune. Kenden jullie elkaar toen al? nee, hij heeft me dat achteraf verteld. Hij heeft me dat ding vorig jaar of twee geleden verteld. En inderdaad, dat is wel grappig om dat zo te horen, maar op dat moment kenden we elkaar nog niet. Ja, heb je dan zo na een wedstrijd op Man United, vraag je dan een truitje aan iemand, of? Ik heb dat wel gedaan, niet dat mijn absoluut doel is, maar dat was zo'n beetje de stand. Allee, dat gebeurde gewoon. Ik heb toen het truitje van Matta gekregen. Dus ja, dat is een leuke herinnering. Ja, sowieso. Ook niet meer als dat. Allee, ik wil zeggen, dat is niet dat mijn. Ik per se van die of die een truitje wou, dat was meer gebeurde en ik liet dat gebeuren. Ja. Heb je er nog zo gescoord in je carrière, of? Hoe bedoelde? Het truitje Truitjes, bedoelde. ja. Ja, ik heb er wel een paar, vooral van spelers waar ik in de jeugd of waar ik ooit heb mee samengespeeld, die nu ergens anders spelen. Daar heb ik er wel een aantal van, omdat dat ook meer als gewone collega-voetballers zijn, om een paar op te noemen. Christophe Daanen van Kortrijk, Bolingoli die nu bij Başakşehir speelt in Turkije, Obiolare. Ik heb er zo wel een paar, en van wie dat ik van spelers, waar dat ik heb tegenspeeld, heb ik van Dries Mertens er eentje. Omdat dat ook wel een beetje zo hetzelfde type speel was als mij. En, dat is wel ook wel speciaal, maar voor de rest, ik zou eens moeten kijken, ik heb wel redelijk veel hangen, maar ik kan ze nu zo niet van buiten opnoemen. Allee, in de jeugdreeks heb je veel voor de Rode Duivels gespeeld.
Heb je dan ooit ook zo, ja, toen als je bij Brugge doorbrak en zo, heb je dan de droom gehad om effectief opgeroepen te worden voor de Rode Duivels? Ja, uiteraard denk ik dat iedereen zijn droom is om ooit voor de Duivels te Ja, ja. gaan. Op dat moment ben ik beloofd international geworden, dus dat was eigenlijk een beetje op dat moment de logische stap. Nu had ik al de jeugdreeks aan het doorlopen. Ja. Maar ja, ik realiseerde me ook dat op het moment dat ik naar Antwerp ging, dat dat moeilijker zou zijn om die stap te zetten, omdat je toch precies een stap terugzet. En als je dan naar Bever gaat en zo, en je voelt dat je niet op dat moment er bovenuit steekt of je uitblinkt, zowel als ploeg of als individu, dat moeilijker en moeilijker wordt. Hij zegt nooit, nooit. Maar ja, dat is moeilijk natuurlijk. Ja, wat was dan de reden dat je naar Antwerp verhuisde? Want het is toch niet dat je weinig speeltijd kreeg in Brugge? Nee, de relatie tussen mij en Prodom was eigenlijk een beetje op. Ja. Om het kort samen te vatten. En ik wou absoluut naar Antwerp gaan om voor het project daar om te promoveren naar eerste klasse. Dat is ons ook gelukt. Dus dat was eigenlijk een geslaagde keuze. Ook financieel was dat voor mij een interessante stap. Ja. Alleen ja, als Antwerp is opgegaan, hebben ze van bovenaf beslist dat ze volledig alles gingen vernieuwen. En iedereen die al aanwezig was van het jaar daarvoor, eigenlijk een beetje bij het huis voor zouden zitten. En ik hoorde daarbij, dus dat is een beetje spijtig afgelopen, zonder reden. En dan heb ik de keuze gemaakt om naar Waasland-Beveren te gaan, waar dat Clément op dat moment trainer was en die mij er heel graag bij wou, die ik ook kende van in Brugge. En dat liep eigenlijk goed dat Clément besliste dan, wat uiteindelijk ook wel logisch was, dat hij zelf naar Genk vertrok, Weg omdat in dat voor hem Kim. een mooie stap was. Eigenlijk 2 of 3 weken nadat hij vertrok, mijn kruisband scheurde mijn linkerknie. En daar eigenlijk 1,5 jaar mee gesukkeld en bij mij uit geweest. Tot ik vorig jaar terug eigenlijk fit was en ik alles heb gespeeld, of bijna alles heb gespeeld bij Beveren. En zit ik nu in Westerlo. Dus ja, in mijn carrière kunnen sommige dingen in een bepaalde richting duwen of alles snel veranderen. Dus dat is een beetje mijn verhaal. Wat was zo de reden waarom dat zo hard botste dan met Prudhomme? Ja, hij was een heel goede coach en heel veel bereikt, maar hij was vooral op dat moment was ik ook niet echt de rust zelf of de meest gemakkelijke in noemen. Ik zal zeggen, ik had mijn eigen mening en ik liet die ook regelmatig blijken. En voor een jong gast was dat niet, was waarom dat ook niet gewoon. Plus, hij had ook heel veel andere opties om op mijn positie op te stellen, uiteraard. Dus het was niet dat ik het gevoel had dat ik echt een prioriteit was. En op dat moment. Na de prestatie die ik al had geleverd en de leeftijd die ik had, was ik op dat moment zo klaar om eigenlijk voor vol aanzien te worden en volledig voor basisspeler te gaan. En ik wist dat bij hem het kans klein was, dus ik wou gewoon meer spelen en ik wou voor meer zekerheid kiezen en vandaar die keuze. Ja. Heeft Clément dan nooit gebeld als hij bij Genk zat of bij Brugge misschien? Nee, dat is er niet. Nee, dat was ook, denk ik ook niet dat dat op dat moment aan de orde was, omdat ja, ik was ook niet fit of ik was ook niet. Zoals ik straks zei, mijn beste niveau aan het Ja. spelen op de ploeg. Maar we hebben wel nog elkaar nog zeker en vast gehoord. Alleen we hebben nog wel contact. Ik heb er wel een speciale band mee, omdat we elkaar al zo lang kennen van de jeugd van Brugge. Dus dat zal wel altijd zo blijven. Maar ja, op dit moment kruisen onze carrières niet. Ja. Wat was zo de beste trainer die je nu al gehad hebt tot nu toe? Goh, beste trainer. Of ja, Moeilijk waar om dat. je, ja, of zo het gevoel geven van hier kan ik echt mijn beste spelen in zijn filosofie. Ik moet zeggen dat ik er wel een paar heb gehad waar ik echt goed mee klikte. Zowel Clément dan, omdat ik hem natuurlijk ook wel lang had van in de jeugd en bij het Blos van Brugge. Ook met Wim de Dekker die in Antwerpen heeft overgenomen in de tijd en ik heb geworden, klikte het ook enorm op en naast het veld. Maar ook met Mercier vorig jaar in Beveren, ondanks dat de resultaten niet mee liepen zoals we wouden, had ik daar wel een goede band mee en kon ik mij wel vinden in zijn manier van voetballen. En nu ook met Bob Peters, dat mijn huidige trainer is in Westerlo, is ook wel een beetje mijn manier van voetballen. Een snelle omschakeling, heel direct naar de goal. Heel veel combinatie, heel aanvallend voetbal. Dus dat spreekt me wel allemaal aan. Dus dat zijn wel een aantal trainers die ik heb gehad waar dat ik een leuke samenwerking mee had. Ja, in je carrière heb je al een paar prijzen kunnen pakken. Maar wat was nu de mooiste, de titel met Antwerp of de prijzen die je gepakt hebt met Brugge? Dat is een vraag die mij al heel vaak gesteld is geweest. Dat is heel moeilijk omdat dat 2 verschillende situaties zijn. Zowel als in Antwerpen als in Brugge was dat een lange tijd geleden dat
dat ze nog eens een prijs hadden gepakt of dat de Antwerp Brugge in eerste klasse had gespeeld. Dus dat was sowieso bijzonder. Maar mijn aandeel was in Antwerp groter, denk ik, dan in Brugge. Omdat ik in Brugge in het begin van het seizoen wel veel had gespeeld en wat goals had gemaakt. Maar op het einde van het seizoen in de playoffs was ik niet echt nog in de picture gekomen. Dus ondanks het feit dat we een goede groep hadden en maar zeker het gevoel dat ik erbij hoorde, dat ik mijn aandeel erin had, had ik toch na de titel van Antwerp meer het gevoel dat mijn titel was dan in Brugge. Maar ik ben wel blij dat ik ze allebei heb mogen meemaken. Volg je ook het voetbal nog in 1A echt geregeld op? Eigenlijk wel. Dat is van periode tot periode, maar ik kijk wel heel veel wedstrijden. Ja. Ik kijk ook nu naar Daan met Beveren en zo, omdat ik er zo lang heb gespeeld en dat ik hem ook ken en zo. En dat hij het zo deed. Volg ik dat wel en kijk ik het wel. Maar het is ook wel zo, ook door die corona en zo, nu niet, maar we moeten thuis blijven. Maar als er een mogelijkheid was om iets te doen of zo, ging ik niet speciaal thuis blijven om een wedstrijd te zien. Vroeger als ik jonger was, was dat wel, ik wou elke wedstrijd zien. Maar ondertussen heb ik mij ook wel gerealiseerd dat er wel andere dingen belangrijk of belangrijker zijn dan een wedstrijd zien. Heb je dan nu zo achteraf gezien meer sympathie voor Club Brugge of voor Waasland Beveren? Dat is moeilijk. Ik heb sowieso wel sympathie voor al mijn ex-ploegen, maar ik heb in Brugge ook veel langer gevoetbald, dus dat is logisch dat je daar een andere connectie mee hebt dan een ploeg waar je 3 jaar bent geweest. Ja. Maar dat is moeilijk om dat te vergelijken. Ja. En qua fans tussen Antwerpen en Club, het zijn alle twee eigenlijk heel vurige fans, maar waar bij een van de twee had je daar echt een keer het gevoel van amai, die fans die duwen ons hier echt vooruit. Ik hoor vaak bij Antwerpen. Dat is anders, het is moeilijk te vergelijken. In Brugge zit het altijd vol, altijd 25.000 man. Mm. En ik was er een beetje aan gewoon geworden, ik vond dat normaal. Maar als je dan ergens anders komt, dan realiseer je dat niet normaal is. Ja. Maar op Antwerpen was het ook bijzonder dat je in tweede klasse, na zoveel jaar miserie, dat ze daar altijd voor 15.000 man voetballen. En dat was precies wat ze er met 25 zaten, dus dat is een beetje vergelijkaardig. Misschien de mentaliteit en de karakter is nog iets anders in Antwerpen. Misschien iets uitgesprokener. Misschien nog iets meer vergelijkbaar met mijn karakter en mijn manier van doen. Maar ik zeg het, ik apprecieer ze allebei enorm. Dus het is moeilijk om dat met elkaar te vergelijken. Ja. Heb je ook een club die je in je jeugd hebt vooral gevolgd in het buitenland? Waar je echt van was? Ja, ik ben altijd van jongen van sport geweest van Real Madrid. Nog in de tijd van Zidane en van de dikke Ronaldo, zoals ze zeggen, zijn we wel altijd een beetje een voorliefde geworden. En ook omdat ik Cristiano Ronaldo fan ben. En dat is zeker als hij van de Man U naar daar vertrok. Ik heb ook toevallig de laatste El Clasico, waarin Messi, zowel Messi als Ronaldo op het veld stonden, in echt bijgewoond. Dus dat is ook een leuke ervaring geweest. Mm-hmm. Dus ik heb wel een voorliefde voor Real Madrid. Ja. En ben je Ronaldo dan ook gevolgd naar Juventus nu? Het is niet dat ik zoals ik vroeger deed, elke wedstrijd van Ronaldo en Real Madrid keek, dat ik dat nu bij Juventus doe. Ja. Maar ik volg het wel, maar ik ben niet meer zo extreem zoals vroeger. Maar Ronaldo zal altijd wel mijn favoriete voetballer blijven. En als je iets van Ronaldo, van zijn talenten, zou mogen overnemen voor bij u als speler, wat zou dat dan zijn? Zijn lengte? Ja. Meer kopbalgoals te maken of zo. Ja, ik kan redelijk goed kop, maar het probleem is, hij moet op mijn hoogte komen en er mag niemand in de buurt zijn. Ja. Maar inderdaad, ik denk dat hij heeft alles van een complete voetballer, maar zijn lengte is inderdaad een voordeel, zeker in duels en in de 16. Dus hij heeft maar vaak getoond dat hij enorm in zijn voordeel is. Mm-hmm. Ja. Heb je ook de Interlands gevolgd afgelopen dagen? Een beetje. Ik heb het meeste gezien van de Rode Duivels, maar voor de rest heb ik het niet zo gevolgd. Omdat ik moet zeggen, ik ben heel geïnteresseerd in de WK's en de EK's, maar die Nations, dat heeft mij niet echt te pakken. Nee, ik kan er mij ook echt niet voor opladen. Ik heb zelfs de Rode Duivels ook maar amper gezien. Dus het voelt allemaal als een verplicht nummer, als extra om die vriendschappelijke interlands interessanter te maken. Maar Voor mij werkt het niet, maar ik heb het wel een beetje gevolgd, de uitslagen ook. Mm-hmm. Je ziet dan sommige goals passeren op Instagram of op sociale media of zo. Mm-hmm. Dat zie je wel, maar het is niet dat je alle wedstrijden heel nauwgezet hebt gevolgd. Mm-hmm.
Ja, er was zo'n mooie goal. Hè. Was dat van Kazachstan van bij de aftrap? Of van wie was Ja, het? dat was. Ja. Ja, die heb ik gezien inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, kom, ik begrijp dat dan niet goed, die Final Four, dat dan voor maar volgend jaar gespeeld wordt. In plaats Ja, van dat is dat zo dan. om het te rekken. Ja. Dat is ik moet zeggen, dat is heel onnatuurlijk ook dat ze dat in elkaar hebben gestoken. Dat is echt zo om die vriendschappelijke interlands aantrekkelijk te maken, denk ik. En ook financieel dat interessanter zijn voor heel veel. Nou, ik denk ook vooral dat dat geld weer meespeelt. Denk ik ook. Ja, het is te spijtig, hè, want ik denk ook dat die spelers, ja, die spelen daar ook half tegen hun zin vaak. Dat is voor supporters dan toch op den duur ook niet meer leuk. Die gaan ook beginnen afhaken, meer en meer, denk ik. En dan uiteindelijk, ja, gaat financieel ook niet meer zo'n wonder zijn. Nee, ik heb het gevoel dat de spelers een beetje worden uitgemolken op die manier. Want ja, Ja. zeker met die corona zijn er ook redelijk veel matchen of die worden uitgesteld of inhaalmatchen. En op den duur zijn er Ja. zo en op korte tijd gespeeld dat er sommige spelers gewoon geblesseerd geraken door het aantal wedstrijden. Dus Ja, dat ja, is zo. ik ben er ook geen fan van. Maar ja, wie zijn wij? Hè? Ja, dat is waar. Ik vond de mening van Kevin De Bruyne er wel nog bijzonder voor. Hij zei ook van ja, ik heb er ook al veel kritiek op gegeven op de Nations League. Maar voor de match ga ik een andere meenemen, na de match ga ik een andere meenemen. Maar een keer als ik op dat veld sta, dan wil ik gewoon winnen. Maakt niet uit wat voor match dat is. Ik Allee, denk dat kan de. dat zo bijna elke voetballer zo zal denken, maar inderdaad, als je op het veld staat, wil je voetbal, wil je winnen, dan ga je ervoor en dat amuseert je. Maar als je het rationeel zou bekijken, is het gewoon Ja. niet goed wordt om zoveel wedstrijden Dat is met die waar. in te spelen op zo'n korte tijd. Ja, er zijn ook wel mensen die dan van mening zijn van ja, die voetballers worden zoveel betaald, dat hoort er dan maar bij. Dat ze twee matchen spelen op een week of drie matchen spelen op een week. Maar daar ben ik dan flagrant tegen. Ik snap wel dat voor sommige mensen wel storend is, dat voetballers veel verdienen en zo. Maar ja, het is ook gewoon, ja, op den duur is het ook niet meer leuk om dat te kijken als ze drie keer per week spelen, hun beste niveau nooit halen. Ja, dan heb je er ook weinig Ah, aan. nee. Ik begrijp die discussie of die opmerking over dat geld verdienen. Maar dat is niet relevant in deze situatie, want het is gewoon voor sommige situaties niet verantwoord om zoveel wedstrijden op korte tijd te spelen. En zoals gezegd, dat gaat dan ten koste van het niveau en van de resultaten. En dat is uiteindelijk de reden waarom dat mensen kijken naar het voetbal. Omdat ze mooi voetbal willen zien en omdat ze willen dat hun ploeg wint. Ja, Dus ik denk zwaar. dat uiteindelijk iedereen erbij verliest als ze dat toch zo willen blijven doorduwen. Ja. Ja, je bent nu 25. Een luisteraar vroeg zich af of dat je nog ambities had voor te gaan spelen in het buitenland. Ik heb die ambitie wel, maar het is niet dat ik daar zo echt concreet mee bezig ben. Voor mij is het belangrijk om ook los van waar dat ik voetbal, mij ook naast voetbal goed te voelen en mij gewaardeerd te voelen en dicht bij de mensen te zijn waar ik wil bij zijn. Maar ik zeg zeker niet nee tegen een buitenlands avontuur, maar dan moet het plaatje wel kloppen. En ik heb vooral de ambitie nu om veel te spelen, om belangrijk te zijn voor de ploeg waar ik speel en iets te bereiken met die ploeg en met die club. En daarom heb ik het gevoel dat ik op dit moment in Westerlo wel perfect zit. Maar als dat binnen een jaar, of binnen 2, of binnen 5, of binnen 7 jaar niet meer zo is, of binnen 3 jaar, dan sta ik zeker open om voor iets nieuws. Maar op dit moment is dat totaal niet iets waar ik mee bezig ben. Ja. Okay. Heb je in het verleden dan wel al concrete voorstellen gehad voor van buitenlandse clubs of zo? Concreet, wat is concreet? Ja, heb je Niet. gehoord dat er interesse was in u via Maar een makelaar of? er is wel interesse geweest, zeker als ik rond januari wist dat ik waarschijnlijk mijn contract niet zou verlengen bij Waasland-Beveren, dat ik op zoek moest naar het nieuws. Ja. Dan staat je open voor alles en wilt je luisteren naar alles. Maar ook door die corona was dat allemaal een heel rare situatie. Was er nooit echt iets concreets? Waren er wel ploegen die informeerden of die belden of die lieten weten aan mijn makelaars van ja, we volgen de situatie wel op. Het is nooit echt geweest dat ik op het punt stond om ergens te tekenen in het buitenland. Ja. Als je dat bedoelt, concreet. En bepaalde clubs of. Ik heb wel gesproken, om nu alleen om dat in mijn hoofd opkomt, waar ik echt mee heb Ja. gesproken was NAC Breda. Maar om verschillende redenen vond ik dat niet aan de orde. Zeker niet als ik dat vergelijk met Westerlo of andere clubs.
Ja, voilà, dan is het ook weer niet het promotievoetbal, kampioenenvoetbal dat je daar gaat spelen. Nee, voilà. Ja. Heb je bepaalde competities waar je graag zou spelen? Dat is eigenlijk van kleins af aan wel. Ik denk dat de Spaanse competitie mij wel zou liggen. Dat Ja. dat heel technisch en snel is. Ja. Minder duelkracht als een fysiek spel als in Duitsland of als in Engeland. Maar ik zeg het, dat is niet echt een must, maar dat is meer een voorkeur. Ja. Ja, maar ik denk minder duelkracht, maar wel venijniger of zo, geniepiger, denk ik. Ja, wel, En... en dat mag. Voor mij mag Ja. dat. Ja. Ja, in België ben je destijds op het hoogste niveau eigenlijk begonnen, ja, bij Club Brugge. Veel hoger kan je niet gaan in België. Had je het gevoel dat er in je carrière meer in zat? Ja, meer. Ik vind nog altijd dat ik het niveau had en heb voor een ploeg als Club Brugge. Maar ik heb op dat moment gewoon sommige keuzes gemaakt waar ik me op dat moment beter bij voelde en waar ik zeker geen spijt van heb. Maar ik heb wel zeker het gevoel dat ik nog hoger kan. Ja. Dat ik niet tegen mijn plafond zit. Maar ja, dat is het leven, dat is ook een carrière. Je maakt keuzes en ja, daar hang je consequenties aan vast. Ook met de blessures die ik heb gehad, die hebben mij ook niet geholpen. Maar ik heb van niks spijt en ik ben blij hoe dat het nu loopt. En ik ben al 25, maar ik ben ook nog maar 25. Dus hoe dat je dat bekijkt, Dat is waar. we zullen zien wat de komende jaren zullen brengen. Maar ik heb zeker wel een ambitie om zeker mijn Westerlo te promoveren en nog stappen te zetten. Oké, dan is het nu tijd om over te gaan naar de rubriek waarin we de momenten of de spelers die we gekozen hebben van de afgelopen week bespreken. Tuur, voor wie heb jij gekozen? Ik heb gekozen voor Sergio Ramos. Ja. Omdat ik dat wel speciaal vond. Om een paar redenen. Eén, ja, omdat ik enorm veel respect heb voor zijn carrière en voor hetgeen wat hij al heeft gepresteerd. Als je kijkt hoeveel wedstrijden en hoeveel goals dat hij al heeft gemaakt als centraal verdediger. Zowel voor de Spaanse nationale ploeg als voor Real Madrid. De prijs die hij allemaal heeft gewonnen. En dan vooral in de wedstrijd omdat hij twee penalties mist. Terwijl hij eigenlijk de vorige 25, als ik dat goed heb gelezen, allemaal had gescoord. Is dat wel goed. En dat zie je niet vaak. Dus dat was mijn moment. Ja, ook de manier waarop hij die in tweede trapte, dat was goh, Ja, amai. dat was een panenka zonder panenka eigenlijk. Verschrikkelijk. Het was Lookman geweest van Fulham. Dat was Ja. misschien nog wat erger. Dat was tot, ja, het was nog een beetje naar de noek bij Ramos, maar ja, je Ja, moet inderdaad. het. Als je er al een hebt gemist, dan denk je toch van ja, Ja. de tweede trap gaat toch niet zo, Of maar zelfs niet. ja, dat getuigt ook van heel veel persoonlijkheid en van hoe dat hij daar Ja. Dat wel, dat belangrijk. wel. Tuurlijk, hij heeft er al zoveel gescoord. Dus die ene missie kan iedereen, maar dan zo twee Ja. missen op die, dat is inderdaad wel. Ja. Zou jij als je een Ja. penalty mist nog een tweede nemen? Ik heb er al gemist in het verleden en ik heb ook Ja. al die al genomen. Dus, Ja, maar ik ja, bedoel in dezelfde wedstrijd of zo. Dat is misschien nog dat is iets iets anders. anders. Ik denk het niet. Ook zeker als het nu al 3 of 4-0 is, dat is iets anders. Maar Ja. zeker als het zo belangrijk is zoals in de wedstrijd van Ja, Ramos, inderdaad, ze stonden zou ik achter daar ons. toch een keer voor nadenken. Ja. Ja, Ruben, uw moment van de week? Ja, mijn moment van de week, of speler van de week Ja. dan. En eigenlijk ook wel een beetje man van het moment, Davy Klaassen van Nederland. Ook heel jong begonnen bij Ajax, daar goed gespeeld, alleen zich in de kijker gevoetbald. En dan een transfer naar Everton gemaakt, naar de Premier League een stapje hoger, maar toch niet helemaal goed uitgedraaid. Waarna hij dan bij Werder Bremen ging gaan voetballen. En vanaf dit seizoen speelt hij terug bij Ajax, waar hij opnieuw zijn niveau heeft gevonden. En bij Nederland speelde hij ook weer een heel goede wedstrijd. Ik denk al twee goede wedstrijden zelfs. Ja, ook veel positieve reacties van de grote. Ik denk Gullit dat hij echt positief was over hem. Dus ja, toch wel een speler die hoogtes en laagtes heeft gekend in zijn carrière, maar nu toch weer enorm goed bezig is. Ja, bij zijn transfer deze zomer naar Ajax zat ik. Ik stelde mij daar echt veel vragen bij. Ik dacht zo van, ja, wat doen ze nu? Ze halen. Ze zijn zoveel bezig met hun geld aan het investeren in jonge talenten en dit en dat. Dat ik iets had van Davy Klaassen past daar niet echt meer in die ploeg. Nee. Maar als je hem dan nu ziet voetballen, is
zeker een aanwinst ook weer voor Ajax. Ja, inderdaad. Ik vind het wel heel goed hoe dat ze het aanpakken bij Ajax, want ze zetten inderdaad in op de jeugd, maar ze zetten er altijd een aantal ervaren spelers met ervaring bij. Ja. En ik vind het dan wel slim om iemand te nemen die de Ajax-filosofie volledig onder de knie heeft en die het hele... Het ja, dat wil natuurlijk, ja. Hetzelfde wat ze hebben gedaan met Ziyech in de tijd of met Tadic. En ook met Blind. Vind ik allemaal wel heel slimme transfers. Ja. En die ook wel blijken te renderen, hè. Blijken ook weer met Klaassen. Ja, Huntelaar ook, hè. Absoluut, inderdaad. Ja. Huntelaar. En ja, Blind, dat over een paar jaar ook eens teruggehaald. Die, ja, toch ook weer... Want bij United ook niet altijd 100%, maar bij Ajax toch wel een vaste waarde geworden. Maar ik denk dat de laatste goede verdediger van Man United, dat je daar al even voor moet teruggaan. Met Harry Maguire is het nu ook niet. Het zal richting Ferdinand en Vinic gaan, denk ik. Ja. Dat is weer al een paar jaar terug. Allee, Maguire is ook geen slechte verdediger, maar ja, het is natuurlijk de prijs die hem een beetje heeft vervloekt. Ja. Dus ook als je als Manu zijn wilt spelen voor de prijzen, dan denk ik dat een verdediger als Maguire dat niet goed genoeg is. Nee, is waar. Ja. Ik heb gekozen voor het moment... als mijn moment van de week was, kies ik dan voor Noord-Macedonië. Dat is een heel klein landje dat zich voor de eerste keer heeft geplaatst voor het EK. Het is een land dat zelfs nog kleiner is dan België en ook maar 2 miljoen inwoners heeft. Ze zijn dus geplaatst voor groep C, waarin dat ze ook zullen spelen tegen Davy Klaassen, dus tegen Nederland, ook Oostenrijk en Oekraïne. Hun kansen om door te stoten, ja, schat ik dan wel niet heel in. Maar ze staan er dus wel. Ik ben eens gaan opzoeken wie dat er allemaal speelt bij Noord-Macedonië, want ja, ik kon daar op voorhand eigenlijk niemand in mijn hoofd halen. De rechtsachter Stefan Ristovski is een van de bekendste, die speelt bij Sporting Lissabon. Alexander Trajkovski kunnen jullie misschien ook nog kennen. Enig idee waar die heeft gespeeld? Ik heb nog samen bij gespeeld. Ah, ja, ja. Ja. Ik weet het niet. Hij heeft bij Zulte Waregem en KV Mechelen ja, gespeeld. Dacht ik. Nee, ja. Nee, is niet die, is, je hebt nog een andere Trajkovski, die heeft ook bij Brugge ja, gespeeld. Ja, 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 inderdaad. Ik kan niet in die zijn dan. Nee. Hij speelt nu ook bij Mallorca. De ster van het elftal is misschien wel Elmas. Ja, Pandev ook wel. Ja, ja, dat is zo'n beetje de legende. Maar ja, Elmas, ik kende hem ook eigenlijk nog niet echt. Naam zeg maar wel iets. Ja, die speelt dus nu bij Napoli. Ja. Heeft volgens Transfermarkt ook een marktwaarde van 16 miljoen. Dus dat kan toch ook al tellen. Die is nog maar 21 jaar oud. Dus blijkt wel een groot talent te zijn. En dan was er nog een ex-Jupiler Pro League speler. Namelijk Ivan Trikovski. Die kan je misschien wel nog kennen van bij Club Brugge, natuurlijk. Dat is degene die ik bedoelde van bij Brugge. Ah ja, voilà, ja, ja, ja. Ja, die heeft... maar dat was denk ik juist voordat jij in de ploeg kwam, hè? Ja, maar ik heb er wel nog vaak mee samengetraind en ik heb ook nog een paar wedstrijden mee samengespeeld. En dan is hij op uitleenbal naar Beveren gegaan, denk ik. Ja, inderdaad. Even bij Beveren gezeten. En gaat hij nu bij Apollo Limassol speelt of zo? Ja, ik weet niet waar hij nu juist speelt. Ja, ergens in Cyprus, denk ik. Ja. Dat is toch eigenlijk de Ibrahimovic van Noord-Macedonië dan? Ja, zwaar, ja. 37 jaar ondertussen al. Een Champions League gewonnen met Inter Milaan. Ja. Kennen jullie zijn ex-ploegen voor de rest buiten Inter? Was dat ook in Napoli? Ook Napoli, ja. Ja. Vooral in Italië gezeten. Genoa, denk ik ook. Ja, Genoa. De rest weet ik niet meer. Ja, Lazio, Galatasaray en dan nog twee minder bekende ploegen. Dat, ja, inderdaad. Ja, 37 jaar en nog altijd ja, toch een grote rol spelen ook voor je land. Hè. Dus dat is ja, toch echt wel gek. Een heel belangrijke... En die gaat hem een goal maken die ze nooit meer zullen vergeten is dan dat. Hè. Ja, ja, nee, het is waar. Hij zorgt voor de overwinning. Ja, top, hè. Zie jij jezelf zo lang voetballen? Oh, ik zou dat wel heel graag willen, maar ik weet niet of dat mijn lichaam dat gaat uitkunnen. Ja, ja, ja. Maar ja, zeker op het niveau, op dit niveau weet ik niet, maar ik denk dat ik het te graag doe om echt volledig te zullen stoppen. Maar, ja, ja. Ik ben benieuwd hoe lang ik kan volhouden. En na je carrière ook nog iets met voetbal? Of? Dat weet ik niet. Ik denk dat dat eerder recreatief zal zijn en niet, ik zie mezelf niet... Ik
zie het voetbal wel en ik ben er jaren mee bezig. Maar om in die wereld te blijven als trainer of als hulptrainer of als weet ik wat, ik weet niet of ik daar, echt zin in heb. Om leren verder in functie te stellen van voetbal, terwijl je dat al zo lang hebt gedaan. Dat zal ook iets zijn dat zal moeten blijken. Ja. Je hebt ook gestudeerd, zeker, hè? Ja, ik heb mijn middelbaar afgemaakt, de wetenschap en wiskunde. En ik heb nadien ook nog Spaans gestudeerd, wat dat me interesseerde. Maar voor de rest eigenlijk heb ik niet meer verder gestudeerd. Maar ik ben wel iemand die zich interesseert in ook nog andere dingen naast het voetbal. Dus ik denk ook wel dat ik waarschijnlijk een andere weg zal kiezen na het voetbal. Ja, oké. Ja, dan is het nu tijd om over te gaan naar onze allerlaatste rubriek van de aflevering. We hebben dus 10 dilemma's voor jou voorbereid. En je kiest dus één van de twee. Dus de eerste is, moest enkel Beerschot u nog willen, aan het eind van uw carrière of wat dan ook, stop je dan liever of zou je dan toch bij Beerschot gaan voetballen? Heb ik één joker over voor die 10 dilemma's of niet? Eentje. Dan stop ik. Ja? Dus Antwerp zit echt wel neigen je hart dan als je zou stoppen. Ja, dus ik denk dat op het moment dat er niemand anders mee zou willen, dat wil zeggen dat toch een signaal is dat ik er misschien beter mee stoppen. Dus als ik dan nog moet gaan aanmodderen bij Beerschot, dan doe ik liever dat ik dat niet doe. Ik denk dat de Antwerp supporters dat graag gaan horen. Dat wel, waarschijnlijk. Over Antwerp gesproken, liever in de vijver springen aan de Bosuil of liever rustig aan het strand? Altijd in de vijver. Ja? Dat heb je eens gedaan, zeker, hè, na de titelmatch. Ja, dat is een wetenschap die ik op het verkeerde moment had afgesloten. Ik ben een man van mijn woord, dus ik ben daarin gegaan. Hè. Maar ik kan u wel zeggen, die was nog helemaal niet zo proper zoals hij er nu bij ligt. Hè. Ja, nu is dat zo echt een parkje geworden. Allee, zo heel bezorgd, maar toen was dat alles behalve. Ja, ja. Je hebt ook met enkele Rode Duivels samengespeeld. Zou je kiezen voor Meunier of voor Den Donker? Ja, dat is moeilijk. Maar kiezen in de zin van... want jij was ook in dezelfde positie. Ja, nee, dat is waar, ja. Wie zit je... Wie heeft de hoogste kwaliteiten van de twee? Ja, ik denk dat ik toch kies voor Leander. Ja. Ik heb met Leander altijd in de National Proof in de jeugd samengespeeld. Tegen Meunier heb ik 3 jaar op training elke dag gestaan. Dat was ook geen cadeau, maar ja, dan neem ik toch Leander. Ja. Een luisteraar vroeg zich af of je liever pasta eet of liever pizza. Pasta. Met uw Club Brugge verleden, ook misschien nog een moeilijke. Liever naar KA Gent verhuizen of naar Anderlecht? Nee, een van de twee. Is dat die joker? Dat is de grootste joker die je kunt zetten. Meedraaien bij een middenmotor uit 1A of kampioen worden met Westerlo? Kampioen worden met Westerlo. Ja. Als je op het veld staat, Tom de Sutter naast u in de spits of liever Jelle Vossen? Ik heb met allebei wel een goede connectie, dus het is moeilijk omdat je. Doe dan maar Jelle Vossen. Is dat een beste spits ook waar je mee hebt samengespeeld of zijn er andere? Ik heb met verschillende goede spitsen samengespeeld, maar puur qua afwerken denk ik dat Jelle wel zeker in de top 3 staat en denk ik ook wel op nummer 1. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk dat hij nu, doordat hij naar Zulte is moeten gaan, zwaar onderschat werd. Ik denk dat Club Brugge hem nog altijd zou kunnen gebruiken. Absoluut, hij zou altijd. Oké, het is misschien niet de type spits die ze zoeken voor in de combinatie of voor het voetbal te spelen. Maar als hij elke wedstrijd of bijna elke wedstrijd zou spelen, zou hij nog altijd 10 goals maken. En dat is ook een kwaliteit die is op deze moment een beetje. Ik denk dat Vos dan ook misschien een beetje een paar jaren van zijn carrière misschien heeft vergooid door zo lang bij club te zijn. Waar hij dan toch niet zo... Oh ja, vergooid is misschien veel gezegd, maar hij had toch te weinig speeltijd gekregen voor de kwaliteiten die hij had misschien. Ja, misschien had hij ergens anders nog meer goals gemaakt. Dat kan inderdaad wel.
Als je toch kijkt, ik denk dat hij op 4 of 5 jaar Club Brugge dat hem toch 60 of 70 goals heeft gemaakt. Dat wil toch iets Ja, zeggen. sowieso. Ja, ik ben ook van de mening dat je misschien nog wel. Ja, je hebt nu bij Club. Ja, zijn ze ook wel wat Ajax-gewijs misschien aan het inzetten op jongere talenten ook in de spits? Ja, je hebt dan nog Krmenčík, maar ik zou niet weten wie dat ik in mijn ploeg zou zetten: Krmenčík of Vossen. Ik Nee, zou inderdaad. misschien voor Vossen durven gaan. Ja, inderdaad. Ik denk dat hem misschien te vroeg niet, maar ik denk dat hem inderdaad zeker ook zijn waarde had gehad bij Club Brugge op deze moment. Ja. Maar je ziet ook natuurlijk dat het ook geen cadeau is om als nu in een ploeg als Schulte, die niet Nee. draait, daar als type spits van als Vossen in de spits staan, is ook niet gemakkelijk. Want hij heeft aanvoer nodig, hè, en als hij die niet krijgt, hè, dan is het moeilijk voor hem om goals te maken. Ja. Ja, dat is het zo. Vossen daar, de ploeg moet echt rond hem gebouwd worden, zodat hij echt. Ah, hij moet bediend worden, hè. En Ja. hij kan zelf Ja. ook één op één. Als hij de bal krijgt, kan hij zelf ook wel iets forceren. Maar het is niet dat hij de man is die 50 of 60 meter bal in de voet gaat overbruggen of die in diepte moet gestuurd worden. Hij leert van voorzet en van assist. En ja, als een ploeg die niet goed draait, daar gebeurt dat sowieso minder. Dus ik denk dat dat niet zo gemakkelijk is op dit moment. Nee. Ja, sowieso, als je Vossen zag vroeger, dan, ja, ik kan mij nog de jaren herinneren dan wanneer hij samenspeelde bij Genk, met de Bruinen of zo, dan zie je dat hij ook veel beter rendeert. Uiteraard, Ja. uiteraard. De volgende. Liever een pannen krijgen of een belangrijke kans missen? Serieus dilemma's. Ja. Dan speel maar wat door mijn benen dan, ja. Ja. Alles voor het team, zegt. Alles voor het team, ja. Neymar of Ibrahimovic? Nee, maar. Ja. Toch omdat hij dan wat frivoler voetbalt, of... Ja, omdat ik hem ook wel volg van dat hij gedeputeerd bij Santos. Ja. Omdat ik er alleen meer een band, meer een connectie mee heb dan Ibrahimovic. Ik vind Ibrahimovic ook een hele gouden voetballer en ook als persoon. Maar Neymar ligt me meer dan Ibrahimovic. Ja. Ja, ik was... Spektakel, hè. Ja, voordat hij naar PSG verhuisd is, zou ik misschien ook durven gezegd hebben Neymar, maar ik weet niet. Sinds hij bij PSG voetbalt, moet ik er eigenlijk niet zoveel meer van weten. Het is nog altijd een topvoetballer natuurlijk, maar ik weet niet, ik Nee, vind... ik begrijp wat je wilt zeggen. Maar met Ibrahimovic, ja, ik heb daar heel weinig mee. Hè. Ik vind zijn uitspraken graaf en het is heel graaf wat hij wel presteert op zijn leeftijd. Maar voor de rest kan ik me daar zo heel weinig in vereenzelven. Alleen ik kan me daar niet Ja. goed. Dat Het heeft snap ik, weinig ja. met mijn stijl of mijn manier van voetbal te maken. Dus Ja, niet ja, meer gezegd als Neymar. ja. Ja. Dan nog misschien een makkelijker om af te sluiten: een frisse cola in de zomer of een warme chocomelk in de winter. Een frisse cola in de zon. En wordt er na een gewone wedstrijd ook al eens een frisse pint genuttigd? Dat gebeurt wel eens, hè. Ja. En waar was die sfeer zo van na de wedstrijd iets gaan drinken het best? Ja, ik moet zeggen, die was toch het meest aanwezig in Antwerpen. Omdat Ja. dat ook. Dat kon daar meer en dat was daar ook meer geaccepteerd. En dat was ook. Ik weet dat was het voelde het meest natuurlijke daar. Ja. En het liep ook goed en dat kon ook. En dat lag, die mentaliteit en zo lag mij ook wel het meest op dat moment. Dus Ja. dat misschien daar wel. Zo. Oké, dan zijn wij rond. Bedankt hier om aanwezig te zijn bij ons vandaag. Heel graag gedaan. Ik heb mij geamuseerd, dus is heel graag gedaan. Ja, dankjewel. Verder dank ik ook mijn mede-podcaster Ruben Botten. Wij zijn er zeer binnenkort weer met een nieuwe aflevering. Wie onze gast dan is, dat kunnen jullie zien op onze sociale media in de loop van de week. Tot volgende week. Dag. Leuk. Salut. Doei. Dag.